Leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag dinsdag, de dag dat het 30 graden is in Nederland. Wij zijn lekker vrij vandaag, hebben geen school of iets. Vanmorgen hebben we wel allemaal pakketjes ingepakt en op de post gedaan. Dus we zijn wel eventjes een tijdje wakker en bezig. Het is nu 1 uur of zo. En Jet en Storm komen deze kant op. En dan gaan we als het goed is naar het strand volgens mij. Want het is gewoon echt heel erg lekker weer. Dus ik denk dat we daar eventjes gaan kijken of we ergens nog een bedje of iets kunnen bemachtigen. En anders gewoon op het strand zelf liggen. Want dat is natuurlijk wel heel lekker met dit weer. Miel is eventjes een eitje aan het koken voor ons. Of voor mij aan het bakken. Dus gaan we het eventjes lekker opeten. Wachten op Jet en Storm. En dan naar het strand. En ik heb dus van Goosecraft heb ik dus een jas gekregen. Die hebben we net opgehaald. Want we zijn net eventjes langs mijn vader geweest. En het is dus een winterjas. Hij is echt heel leuk. Alleen veel te warm voor nu, maar ik zal het even laten zien. Dus deze. En je kan hem dus aan twee kanten dragen. Deze kant is dus van dat teddy. En de binnenkant is dus van dat soort van leerachtig. Dus die heb ik van hun gekregen in een maatje XS. Ik zal hem even heel snel aan en uittrekken in deze hitte. Hij is best wel oversized en best wel groot. Dus eerst twijfelde ik of ik hem niet wilde omruilen voor een ander. Maar ik denk in de winter is het wel heel erg leuk met een gewoon een dikke trui eronder. Dus dat is deze. En je kunt hem dus kijken. Die zakken. Die zitten nu natuurlijk goed aan deze kant. Maar als je hem er zo uithaalt. Kan je hem dus ook andersom dragen. Dus dat is echt heel handig. Het is alweer einde van de dag. En de dag is vandaag echt heel erg snel gegaan. Jet en Storm waren even langs geweest. Ze hebben op het strand wat gedronken. En toen zijn we weer teruggegaan. Want zij moesten ook trainen en zo. Miel is nu aan het douchen. En we hadden bij de McDonald's even wat kleins gegeten. Ik had alleen kipnuggets. En Miel had wel kipnuggets en patat en zo. Dus die had niet meer heel veel trek, maar ik wel. Dus ik heb lekker een pokeball besteld. Ik heb echt uren gekeken waar ik een lekkere kon vinden. Ik heb nu bij Mr. Sushi besteld. En omdat ik niet aan mijn bedrag kwam, zeg maar, heb ik nog zo'n rol erbij besteld. Vind ik letterlijk ook wel lekker. Ik heb er lekker extra veel sojasaus bij gedaan. Dus dat is heel chill. Dus dit ga ik nu even lekker opeten. En ondertussen ga ik denk ik even een filmpje kijken of zo. Het is vandaag woensdag. En zoals jullie misschien kunnen zien of herkennen zit ik in mijn oude kamer. Of in de kamer bij mijn vader. We moesten hier even wat dingetjes uitprinten. En er werden pakketjes bezorgd vandaag. Dus ik dacht ik ga gewoon even hierheen. Miel was ook meegekomen hierheen. Maar die moet zo meteen naar school. Die heeft een toets. Dus die is nu onderweg naar school. Ik ga zo meteen even FaceTime met Jasmijn en Rob. Want we moeten morgen dus voor school een plan inleveren. Dus dat gaan we zo meteen even via FaceTime bespreken. En ik heb een pakketje ontvangen. Of nou besteld. En dat is binnengekomen. En mijn oma is net heel lekker een frikandelbroodje komen brengen. Dus die ga ik ook eventjes opeten. En ik zal het pakketje eventjes laten zien. Er is namelijk een Instagram account. En daar kan je dus, dat verkoopt tweedehands kleding. En allemaal vintage dingen en zo. Maar je kan er dus ook een soort van verzoekje indienen. Van ik ben op zoek naar deze trui. Ben ik op zoek naar deze jas. Vind deze voor mij, zeg maar. En dat had ik gedaan. Want ik was echt wel heel erg lang op zoek naar een Alex de Label trui. Van ongeveer 2 collecties geleden. En ik had hem toen Unite Wardrobe gekocht, dacht ik. Maar dat meisje had mij gewoon zwaar opgelicht. Die verstuurde hem nooit, zeg maar. Terwijl ik wel gewoon had betaald. Dus ik had geluk dat het via Unite Wardrobe was. Dat ik gewoon mijn geld van hun terugkreeg natuurlijk. Maar als ik het gewoon via Insta had gekocht of zo, was ik gewoon zwaar mijn geld kwijt geweest. Maar ik ben dus heel blij dat ik hem dus heb. Of nou, dat zij hem dus hebben gevonden. Er zit heel schattig een strikje omheen. Het is in een maatje S. Normaal heb ik een maatje XS. Maar ik was al lang blij dat ze hem überhaupt hadden gevonden. Dus ja. En dit is de trui. Ik denk dat heel veel van jullie deze wel herkennen. Hij wordt echt mega veel gezocht op United Wardrobe. Hij is lekker oversized. Dat vind ik echt heel erg leuk. Stel dat je een leuk spijkerbroekje eronder aan hebt. Dan lekker die grote trui eroverheen. En dan mijn Nuno bag. Ik ben er echt heel erg blij mee. Ik ga hem wel thuis eerst eventjes wassen voordat ik hem ga dragen. Dat doe ik eigenlijk altijd als ik dingen van United Wardrobe of zo koop. Dat vind ik wel zo fris. Heel erg blij mee. Hij ziet er ook echt nog heel erg mooi uit. Nee, ik ga mega, mega, mega blij mee. Dus dat is die. Daar heb ik wel €95 voor betaald. Maar goed, hè. Ik vond het wel waard. Wat ik vandaag trouwens aan heb is ook een trui van Alex de Label. Ik zal het eventjes laten zien. Dat is deze. Deze is wel van de collectie van nu. En dan heb ik deze broek eronder van de Zara. Dat vond ik wel leuk. En ik heb mijn trui dan onder mijn BH-bandje gedaan. Zodat het een beetje een cropped trui is. En dan doe ik mijn zwarte Isabel Marant eronder. Zoals je misschien kunt zien moet ik me nog eventjes klaarmaken. Ik moet nog eventjes wat make-up op doen. En ik ga mijn haar stylen. Want ik ga dus vanavond gezellig uit eten met Rosa.
En we gaan ietsjes eerder afspreken, zodat we ook even een fotootje kunnen maken. Maar we moesten allebei nog wel wat dingetjes doen voor school en zo. Dus we spreken pas rond 4:30 af. Maar dat is verder helemaal prima. Dus ik ga nu even dat frikandelbroodje eten. En dan mijn make-up doen. En dan ga ik zo meteen even FaceTime met Jasmijn en Ro. Dus ik heb een make-upje opgedaan. Ik heb mijn haar eventjes gesteld. Het ziet er allemaal weer ietsjes beter uit. En ik heb net 1,5 uur lopen FaceTime dus met Ro en Jasmijn. Niet alleen over school, was ook best wel gezellig gewoon even normaal te praten. En morgen gaan we dan een interview filmen. We hebben nu een ontwerp bedacht voor onze documentaire. Dus die gaan we nu een beetje uitschrijven en zo. En ja, die man stuurde net opeens een mailtje dat we dat dit weekend al moeten filmen. Maar ik weet nou niet of we nou een trailer moeten filmen of een hele documentaire. Dus ja, dat moeten we nog eventjes navragen. Het is nu 2:55. Ik ga rond 3:00 ongeveer richting Hollandspoor. Ga ik Rosa ophalen. Ga even stukjes rijden met de scooter. Kijken of we ergens leuke fotoplekjes kunnen vinden. En dan gaan we daar lekker uit eten. Ik heb er echt mega veel zin in. Volgens mij is het een Italiaan waar we gaan eten. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. Ik denk dat ik lekker een pasta carbonara'tje ga nemen. Rosa is er en daar is ook gelijk lekker een Mickey. Even snel foto's gemaakt. Eén fotootje. En toen hebben we even ons voorgerechtje gehaald. Het avondeten vanavond. So we're going to eat it right now. Oh, ik weet waarom het zo lang duurde. Natuurlijk alles zonder geur. Oh ja. Dus ik moet allemaal vers maken. Ja, we weten niet dat het lekker vers is, hè? Daarom. Oh, nice. Oh, sausjes. Oh, wat lekker dit, jongens. Oh, wat een fijne. Ik vind de ijsje van de Mac dus zo lekker altijd. Lekker! Ik mag ook wel zo meteen nog trek hebben. Maar de kwaliteit komt meteen als het. En dat ligt gewoon aan de koetsenbakken. Maar probeer maar een. Het is vandaag donderdag en wij moeten ons ding filmen voor school. Jasmijn die zit ook binnen. En Rodi gaat dus door interview doen over dat ik aan het vloggen ben. Dus we zijn al heel erg lekker aan het filmen. Wil je naar binnen of naar buiten? Nee, dat je echt voor de vlog komen. Ja. Ga je even hier zitten nu? En dan ga ik even kijken of die dan wel... Kan ook die al die bier op de achter. Oh, dan kun je ook wel wegzetten. Nee, joh, nee, dat hoeft niet helemaal. Maar even kijken. Kijk, het is niet echt scherp of zo. Dat leek me een leuk idee, maar dat kan ik ook binnen doen. Ik doe wel wat binnen. Ciao. Wat wil je binnen doen? Ga ik een close-up maken. Oké, okay. Let's go inside. Oh, ik zit altijd lelijk op de vlog, jong. Oké, wat wil je dat ik doe? Hier ook even gaan zitten. Zitten? Nu? Ja, dus ik wil zeg maar dat je hem vasthoudt. Ja. En dan moet je even praten. Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Ik ga vandaag lekker brabbelen voor Ro in deze vlog. Want ze zien me lekker filmen en ja, okay. Maar wacht, ik moet ook nog zijn shot maken. Oh! Dat heb ik even vergeten. Rowan en Jasmijn zijn ondertussen weer naar huis. We hebben echt heel de dag gefilmd. Ze waren er om 11:00 en het is nu 4:00. We hebben echt heel de dag gefilmd voor onze 3 interviews. Maar als het goed is, is het nu wel echt helemaal perfect. Want we hadden hem vorige week al gefilmd. En toen hebben we feedback gekregen. En dat wilden we gewoon heel erg graag nog aanpassen. Dus we hebben hem helemaal opnieuw gefilmd. Omdat dit interview telt gewoon 40% mee van je cijfer. Dus ja, dat wilden we gewoon wel helemaal perfect hebben. Maar we zijn er wel echt veel langer mee bezig geweest dan we dachten. Maar op zich was dat ook niet heel erg. Ik heb nu eventjes de was aangezet. Miel komt zo thuis. En we hebben vanavond een proeftraining bij een nieuwe sportschool. Normaal sport ik altijd gewoon bij mijn werk. En dat is hier ongeveer een 30 minuten vandaan. Maar ik vind 30 minuten heen en 30 minuten terug best lang voor even een uurtje sporten. Dus we hebben vanavond een proefles bij een lokale sportschool hier in de buurt. Miel en ik samen, dus dat is heel erg leuk. Dus daar heb ik ook best wel veel zin in. Hij kan denk ik echt ieder moment thuis komen. En dan gaan we lekker eten. En dan hebben we volgens mij om 8:00 hebben we die proefles. Dus dat is ook wel een chille tijd. Kunnen we het eten nog even laten zakken. En ik ga denk ik eventjes YouTube filmpjes kijken. Ik heb echt de trap opgerend, dat is niet normaal. Er was namelijk een pakketje. We wonen zeg maar in een soort van trappenhuis. Je hebt 1 voordeur en als je naar binnen loopt heb je nog meer voordeuren. Maar de postbezorgers die lopen niet helemaal naar boven, dus je moet naar beneden lopen.
Dit is het eerste pakketje wat in dit huisje is bezorgd. Van Lovies. Ik mocht weer wat dingetjes uitzoeken, want ze hebben weer een nieuwe collectie. Dus ik dacht, ik ga het aan jullie laten zien. En als je iets hoort op de achtergrond, sorry, dat is de wasmachine die is aan het draaien. Ik hoop niet dat het heel storend is. Als eerst heb ik echt een hele leuke trui in een XS. En bij Lovies hebben ze hier dus ook een t-shirt van. Maar nu in de nieuwe collectie is ook een trui. En ik vind die trui echt heel erg leuk. Er staat op Girls Tour. Het is een grijze trui met paarse bedrukking. En ik dacht, dat vind ik wel heel erg leuk met deze zebra rok eronder. Die is dus ook van de nieuwe collectie. Die trui was 40 euro en deze rok is 38 euro. En deze heb ik in een maatje XS. En dat is een zebra rok. En hij heeft dus ook een beetje een split aan de voorkant. En ik dacht, ik weet niet, ik vond het wel gewoon heel erg leuk. En dan met die trui erop, ik weet niet. Ik dacht, het kan wel een leuke combinatie zijn. Ik hoop dat het leuk is. En deze rok heb ik dus in een XS. En aan de zijkant gaat die dicht ook met een rits. Dus dat is die. Dan echt nog een heel erg leuk jasje met panterprint. Deze heb ik in een XS en is 50 euro. Je kan hem als jas gebruiken, maar volgens mij ook gewoon in de winter als vestje. En dat is deze. Echt mega fout. Maar wel echt heel erg leuk. Dit is ook van zo'n heel zacht stofje. Ik weet niet of je dat goed kunt zien. En hij heeft dus gewoon van die drukknoop. En ik zou dit niet als blouseje dragen of iets. Ik zou dit echt een lekkere hoodie eronder doen. En dan dit jasje eroverheen. Dan heb ik nog een broek uitgekozen. Ook deze is weer 50 euro. En dit is een leren broek. In een beige kleur. Je ziet het niet. Ja, dit is een beetje de kleur. Echt heel erg leuk. En er zit dus ook zo'n band bij. Dat je hem in je middel wat strakker kunt doen. Ik heb deze in een XS. Ik hoop dat die past. Die ziet er best wel lang uit. Ik heb natuurlijk niet heel lange benen. Maar ik vond hem wel echt heel erg leuk. En dan als laatst echt mijn favoriet, denk ik. Dat is namelijk een leren jasje. En dan heb ik dus ook in een XS. En die is een beetje een bomber model. En ik vond hem zo leuk op de site. Kijk. Dit is hem. Echt een heel erg leuk jasje. Hij stinkt wel. Oeh. Maar echt een heel leuk jasje. Ik ga gelijk even de items voor jullie aantrekken. Oh, er zit ook een rits in. Dat is ook wat chill. Dit leek me ook weer heel leuk met bijvoorbeeld een hoodie eronder of zo. Oh, hij stinkt wel echt heel erg. Oeh. Dus vaak met nepleer natuurlijk dat het heel erg stinkt. Oké, ik ga even laten zien. Dit is het jasje. Dit is toch echt te leuk als je er een lekkere oversized sweater onder hebt of zo met een mom jeans. Ik vind dit echt heel erg leuk. Hij stinkt alleen dus wel. Oh, deze vind ik heel leuk. Ik ga het even in de grote spiegel laten zien. Kijk, ik vind het echt een heel leuk dingetje. Als je lekker een oversized hoodie eronder hebt. Dus dat hier nog lekker zo'n capuchon uitsteekt. Oh, deze vind ik heel leuk. Ik vind hem ook best wel leuk met het shirt eronder eigenlijk. Dus die zou ik de rest ook eventjes aantrekken. Ik heb eigenlijk niet zo heel veel zin om broeken nu te gaan passen. Maar ik zal wel eventjes die trui nog over dit shirt heen aantrekken. Dan kunnen jullie dat wel een beetje zien. Ik zal binnenkort ook wel wat... Zo, die hals voor dat hoofd is echt heel klein. Je moet echt niet een te groot hoofd hiervoor hebben. Oeh, zo, die zit. Oh, maar ik vind dat wel leuk dat die hals zo goed aansluit. Maar ik zal binnenkort ook wel eventjes wat foto's op mijn Insta zetten met de items. Dus als je nou wil weten hoe de items staan, moet je even mijn Insta in de gaten houden. Oh, deze trui vind ik heel leuk. Oh, wasmachine is klaar zo te horen. Beetje zo. Ja, die trui vind ik echt heel erg leuk. Ik vind het ook leuk die kleur, dat een beetje dat volwassen grijs is. De linkjes van alle items ook eventjes in de beschrijving zetten. Ik ga het even opruimen, even de was ophangen. En dan komt denk ik ieder moment Mew zo thuis. Hij moest nog even pakketjes op de post doen. En hij was nog eventjes langs mijn vaders huis gereden, omdat er een pakketje voor hem bezorgd zou worden. Maar die is er dus nog steeds niet. Dus dat is een beetje jammer. Het is vrijdagochtend, echt nog best wel vroeg. Het is 8:55. Ik was om 7 uur al wakker, want Mew die moest werken. Maar ik had ook de scooter vandaag nodig, dus ik heb hem afgezet bij de auto. En dan is hij met de auto naar zijn werk, zeg maar. En dan haal ik hem vanmiddag bij de auto weer op. Want de auto kan hier niet voor de deur staan, want je mag hier maar een uurtje parkeren. Dus ik was lekker vroeg wakker, maar op zich vond ik dat niet heel erg. Kon ik eventjes lekker rustig wakker worden voordat ik zo meteen online les heb. Want ik heb dus van 8:30 tot 10 uur volgens mij online les. En dan rond 11:30 heb ik bij Lena steeds afgesproken. En dan gaan we foto's maken. En dan gaan we daarna lekker hier zo Love Island kijken en een pokeball eten. Dus dat is heel lekker. Ik ga nu eventjes ontbijt maken. I'm very hungry. Oh ja, trouwens, gisteravond zijn we wezen sporten. En we hebben ons ook gelijk ingeschreven. Dus dat is chill.
woensdag hebben we zo'n meting. Dat die vrouw gaat kijken naar ons vetpercentage en spiermassa. En gewoon een beetje gaat opmeten en zo. Dus daar zijn we wel heel erg benieuwd naar. Miel en ik hebben allebei een abonnement genomen. Want je kon dus niet met z'n twee op één pasje. Dus dat was wel jammer. Maar nu kunnen we wel gewoon met z'n twee sporten. Dus dat is heel erg chill. Ik heb al even een kommetje gepakt. Ik ga een kram met yoghurt met wat granola eten. Ik heb namelijk niet heel erg veel zin in heel erg iets boeiends. En dan doe ik deze granola erin. Gewoon van de Albert Heijn. Er zitten ook rozijnen tussen. Dat vind ik echt heel erg lekker. En gewoon noten en zo. Ondertussen ga ik even de vaatwasser aanzetten. Want die hebben we vannacht niet aangezet, maar die moet wel even schoon worden. Ik ga lekker online les volgen vanuit mijn bed. Want ik heb echt. Ik heb het zo koud. Het is buiten zo koud. Net op de scooter. Dus ik ga lekker vanuit mijn bedje online les volgen. En dan daarna ga ik rustig aankleden en make-up doen en dat soort gekkigheid en zo. Ik was of ben echt een beetje aan het stressen. Want ik moet letterlijk over 5 minuten weg. En Cece had volgens mij wel wat meer outfitjes. Maar Lynn en ik wisten gewoon echt niet wat we aan wilden op de foto. En ik moest wel nog wat foto's maken voor Lofies. Dus ik heb nu 1 trui voor Lofies. En daar ga ik dan even 2 fotootjes mee maken. En die derde, ik weet gewoon niet. Bij Lofies moet je maar altijd 3 foto's plaatsen. Maar ik weet het gewoon niet. Ik kan gewoon oprecht geen outfits bedenken. Ik weet het gewoon echt niet. Ik moet even ook maar een goede skinny hebben. Want ik heb alleen maar van die wijdebroeken. Maar bij sommige truien staat een wijdebroek gewoon niet leuk. Maar goed, ik heb nu wel 2 outfitjes. Waar ik even een foto mee ga maken. En ik heb nog 1 losse broek van Shein. Alleen die is wel echt veel te groot. Maar ik vind het wel een gave broek. Dus misschien ook dan alleen een detailfoto van die broek maken of zo. Ik ga even een heel klein beetje nog een paar plukjes stijlen. En dan ga ik richting Lynch en Stacy. Mieten we daar. En dan gaan we even naar een plekje toe om een foto te maken. En dan gaan we daarna, als we klaar zijn met de foto. Als we daarna klaar zijn met foto's maken, dan rijden we hier naartoe. Naar het huisje. En dan gaan we lekker Love Island kijken en een pokeball eten. Dus I really, really like that. Trouwens, wat ik dan nu aan heb voor de eerste foto. Deze trui is dus van Lofies met deze broek van de Zara. En mijn Alexander McQueen eronder. Want die roze kleur is dus een beetje hetzelfde als dit. Sorry, het raam staat open. Jullie horen er waarschijnlijk echt geen donder van. Maar dat heb ik dus mee. En dan heb ik nog deze broek van Shein. Die vind ik leuk om een foto van te maken. Een beige trui met gewoon een spijkerbroek. En dan doe ik mijn blauwe Yeezys er weer aan. En dit tasje van Shein. Dus dat zijn de 2 outfitjes. Hoort echt goed. Ik heb nog nooit met garnaal genomen. Maar dit is echt lekker. Veel beter. Die meiden zijn echt net weg. Lynn ging uit eten met haar schoonfamilie. Dus die moest een beetje opschieten. En ik ga nu gelijk Miel halen. Want ik had hem vanmorgen natuurlijk weggebracht naar de auto toe. Dus ik ga hem nu weer daar ophalen. En dan hebben we lekker een soort van kleine date night. Dus daar heb ik zin in. Ondertussen heb ik me, zoals je kunt zien, ook even een andere trui aangedaan. Namelijk deze van Naked. Alleen hij is best wel groot. Dus ik heb hem weer vastgemaakt onder mijn BH. Kan wel ietsjes minder. Dus ik ga nu Miel ophalen. En dan zien jullie mij straks hier thuis alweer. Ik heb ook een pakketje van Naked ontvangen. Die kwam echt net binnen. Dat ligt daar. Dus dat zal ik zo meteen ook even aan jullie laten zien. Dat is misschien wel leuk. Maar er zit ook weer een kortingscode bij. Wij zijn weer terug. We hebben ook even bij mijn vader gegeten. Mijn camera is bijna leeg. Maar ik wilde toch nog even de items van Naked aan jullie laten zien. Dus dat ga ik even snel doen. Als allereerst een puffer jack. Ik dacht eigenlijk dat die wat leuker zou zijn. Ik vind hem ietsjes minder leuk. Maar op zich, misschien als je er een leuk tasje bij draagt of zo, dat het wel heel erg leuk is. Ik vond de kleur in ieder geval wel heel leuk. En deze heb ik in een maatje 34. En ik zal alles weer in de beschrijving linken. Dan heb ik een hele mooie body. En ik hoop dat je het een beetje kan zien. Maar aan de voorkant is die gewoon normaal. Maar aan de achterkant heeft hij een hele open rug. En dat vond ik echt heel erg mooi. En het is dus een beetje zo'n stringmodel volgens mij. Dus dan zie je niet die lelijke lijnen lopen als je een broek aan hebt. En ook deze heb ik. Oh, deze heb ik in een XS. Dan heb ik zo'n corduroy broek, ook een beetje in een beige kleur. Het is een beetje zo'n flare broek. Dus ik hoop dat deze past en dat hij leuk staat. Ik had hem wel iets meer beige verwacht. Hij is best wel geel in het echt. Pardon. Dan heb ik nog een leer jurkje met franjes. Met een kraagje zo. Die vond ik ook wel heel erg schattig. Dan heb ik nog deze shopper. Dus gewoon zo'n
tas. Maar het is dus van Teddy Spul. En dit is dus met zwart leer. En er past echt mega veel in. Dus ik vond dit wel heel erg leuk. En hij heeft dus ook een rits. Dus dat is ook heel erg chill. Ja, dit is gewoon één maat. Het is vandaag zondag en ik lig eventjes lekker op de bank. Ik heb het bed net opgemaakt. Het is al 11:15 of zo. We waren 9:00 wakker. Miu is naar de voetbal gegaan. Hij heeft natuurlijk een tijdje geleden zijn kniebanden gescheurd. Afgescheurd. Ik weet niet, maar iets met de kniebanden. Dus zelf voetbalt hij nog niet, maar zijn team speelt wel. Dus hij is gewoon gaan kijken. En vanavond gaan we lekker uit eten bij Stella Marina. Want morgen zijn mijn broertje en mijn moeder jarig. Dus we gaan vanavond alvast uit eten, want morgenavond moet ze volgens mij ook gewoon trainen. Gisteren heb ik dus niks gefilmd met mijn camera, omdat hij was natuurlijk vrijdagavond uitgevallen. En ik dacht dat ik mijn batterij had opgeladen, maar de stekker zat er niet in. Dus gisteren ging ik naar de sample sale van Colorful Rebel. En toen kwam ik erachter dat mijn camera leeg was. Maar ik zal het eventjes kort een beetje uitleggen. Rowan had wel een klein stukje met haar telefoon gefilmd. Dus als het goed is zit dat hier wel in. Maar ik ging dus met Rowan, haar moeder en haar zusje mee naar de Colorful Rebel Sample Sale. Dat was in de World Fashion Center in Amsterdam. En daar heb ik 2 leuke truien gekocht. Dus die zal ik zo eventjes laten zien. En toen daarna zijn we nog naar Albert Kuipmarkt geweest. Want ik was daar dus nog nooit geweest. En zij vond dat helemaal leuk. Dus daar waren we toen heen geweest. Het was ook echt heel leuk. Daar heb ik dit armbandje gekocht. Zo'n Inspired Cartier bandje met dan een goud, zilver en rosé ringetje. En dan een legergroen draadje. En Ro heeft hem ook, maar dan in het oranje. Dus die hebben we daar toen op de markt gekocht. Toen zijn we in Wassenaar een ijsje gaan halen bij Luciano. Daar was ik dus ook nog nooit geweest. En toen ik dat zei, keek ze me echt allemaal zo aan. Dus toen zijn we daar een ijsje gaan halen. Dat was ook echt heel erg lekker. En toen zijn we lekker naar huis gegaan. En toen was ik rond half zes of zo weer bij Ro. En in de avond vierde mijn moeder haar verjaardag met mijn broertje. Want ze zijn dus op dezelfde dag jarig. Mijn broertje is 16 geworden. Of die wordt morgen 16. En mijn moeder 44. Dus dat hebben we gisteren een beetje met familie soort van gevierd. Mijn moeder had het in een soort van tijdsblokken gedaan, zeg maar. Dat je had dan 2 tijdsblokken en mensen kwamen dan alleen. Dus ze kwamen niet als met een partner bijvoorbeeld. De broer van mijn oma kwam alleen en mijn tante kwam alleen. Dus zeg maar, zodat het echt een beetje beperkt bleef qua aantal en zo. En dus in tijdsblokken dat we echt maar iets van 5 man tegelijk hadden. Dus dat was heel erg gezellig. Maar ik heb dus ook dingen bij de Colorful Rebel samples gekocht. En die zal ik eventjes laten zien. Die had er dus best wel veel. Die had er alleen geen hoodies. Dat was wel jammer. Maar wel heel veel leuke truien. En het was dus 1 trui was €20. En 3 truien €50. Maar ik had 2 truien. En het zusje van Ro had 2 truien. Maar net allebei die actie natuurlijk niet. Dus wij hebben die actie dan zeg maar samen gedaan. Dus ik heb nu voor 2 truien maar €35 betaald. Dus dat was heel chill. Als eerst deze trui. En hij is in een maat L, maar ik vond hem zo leuk, Ro heeft hem ook. We wilden hem gewoon hebben en we dachten, ja, lekker oversized voor de zondag, weet je. En dat is deze zwarte sweater met dit printje erop. Voor de oplettende kijkers die weten dat ik al een grijze hoodie heb met deze tekst op de achterkant. Maar ik vond hem wel echt heel erg leuk. En deze heb ik dus in een maat L. Maar ik vind hem helemaal niet echt als een L vallen. Hij is wel iets groter natuurlijk. Maar ik vind dat voor de zondag eigenlijk wel echt heel erg lekker. En hij is ook echt mega zacht van binnen. Dus dat is die. En dan heb ik er nog eentje. Ook weer een zwarte. Terwijl ik de laatste tijd juist echt steeds minder van het zwart ben. Maar ik vond de zwarte hoodies daar gewoon het leukst. Of de zwarte sweaters. En deze heb ik wel gewoon in een XS. En dat is deze. Er staat op... Lots of love. Oh nee. Lust for love. XOXO. Dus dat is die. En die vond ik ook heel erg leuk. En die heb ik dus wel gewoon in een maatje XS. En daar heb ik dus met z'n tweeën €35 voor betaald. Dus dat vond ik echt geen geld. Dus ik hoop dat ik jullie zo een beetje heb bijgepraat over gisteren. Ik ga de komende week mezelf echt iedere dag gewoon opsluiten. Want ik heb dus volgende week maandag, de 28e, mijn allereerste tentamen. En dat gaat dus over inleiding marketing. En ik vind dat gewoon best wel lastig. Dus ik ga vandaag beginnen met leren met hoofdstuk 1 en 2. En dan doe ik iedere dag zeg maar 2 hoofdstukken erbij. Zodat ik volgende week zondag gewoon
alleen nog de dingen hoef te doen die ik echt lastig vind. En niet dat ik zit van, oh shit, ik moet nog hoofdstuk 6, 7, 8, 9, 10 en zo. Dus daar ga ik mee beginnen. Ik hoop dat ik het ga volhouden. Denk het wel. Na dinsdag wordt het ook geen lekker weer, maar gaat alleen maar regenen. Dus dan vind ik het ook altijd weer minder erg om binnen te zitten. En woensdag moet ik wel eventjes iets filmen voor school. Met Rowan en Jasmijn nog. Maar in principe heb ik verder deze week met niemand afgesproken. En dat ga ik denk ik ook gewoon eventjes zo laten. Dat ik deze week gewoon echt eventjes aan school kan. En niet hoef te stressen van, oh mijn god, maar ik heb met die afgesproken. En ik kan eigenlijk helemaal niet in. Bla, bla, bla. Dus ja, ik ga eventjes lekker mijn gezicht reinigen en een maskertje opdoen. Want ik heb dus weer een nieuw product van Clean Glow gekregen. Dus dat ga ik eventjes in jullie laten zien. En ondertussen dat het maskertje dan intrekt, ga ik eventjes een wasje aanzetten. Eventjes een beetje het huis opruimen. Als het maskertje is opgedroogd en ik het eraf heb gehaald, dan ga ik beginnen met leren. Oké, we zijn in de badkamer. Ik ga eventjes mijn haar opnieuw in een knot doen. Want ik ga straks douchen, maar ik ga niet mijn haar wassen. Dus ik wil ook niet dat er masker in komt te zitten. Ongeveer een jaartje geleden had ik dus ook een samenwerking met Clean Glow. En toen hadden ze alleen nog het masker. Maar ze hebben dus nu het assortiment uitgebreid. Met ook een scrub en een moisturizer. Dus die heb ik ontvangen van. Ze vroeg of ik het weer leuk vond om een geel pakketje te ontvangen. Dus ik heb ook weer een nieuw masker. Hij is wel verbeterd als het goed is. En is ook een andere kleur. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ik heb het al een keertje geprobeerd. Maar dat was zeg maar rond de verhuisvlogtijd. En ik vond het nou niet echt relevant om over masker te praten in de verhuisvlog. Dus ik heb het al een keertje gebruikt. Het is dus echt een hele milde scrub. Er zit jojoba beets in en melon. Het is een hele milde scrub. Dus dan doe je ook, zeg maar, je maakt je huid wel schoon. Maar je hebt niet het gevoel dat je je huid echt kapot aan het boelen bent. Dus ik ga eerst eventjes mijn gezicht nat maken met water. En dan ga ik het even scrubben. Ik maak mijn gezicht eigenlijk altijd nat voordat ik mijn gezicht ga scrubben. Dat vind ik gewoon, ik vind het gewoon veel lekkerder werken. Dus ik neem een lekkere hoeveelheid op mijn hand. En dat ga ik gewoon verdelen over heel mijn gezicht. En een beetje inmasseren, zodat die scrubdeeltjes echt goed hun werk gaan doen. En dan ga ik de scrub er eventjes weer afwassen met water. Ik heb de scrub van mijn gezicht afgehaald. En nu gaan we door met het masker. En er zat dus ook dit doosje bij met een bijbehorend kwastje. Het doosje is alleen niet meer heel mooi, omdat we hem dus al gebruikt hebben. Kijk even hoe leuk. Hey, beautiful. En dan zit hier het potje in. Het potje is volgens mij wel kleiner, dacht ik, dan de vorige keer. Maar misschien heb ik het fout. Misschien hebben ze wel verschillende maten. Dat kan natuurlijk ook. Het is nu ook een mat potje. En de kleur is dus ook lichter. Vorig jaar. Was hij echt best wel donkerroze. Die is trouwens echt helemaal opgegaan. Ik heb echt heel toevallig, zeg maar, toen we gingen verhuizen, heb ik dat potje, dat andere potje weggegooid. Want het was gewoon helemaal hard geworden en zat bijna niks meer in. Ik denk dat ik hem nog één keer had kunnen gebruiken. En toen kreeg ik opeens van hun een berichtje of ik weer een nieuw setje wilde ontvangen. Dus ik was natuurlijk helemaal in de gloria dat ik weer een nieuw potje kreeg. Maar deze ga ik gewoon lekker over mijn gehele gezicht aanbrengen. Niet te dik, maar ook weer niet te dun. Want ja. Oké, het masker heb ik nu aangebracht. Ik laat hem gewoon lekker zitten totdat hij helemaal is opgedroogd. Je ziet dat ook. Nu is hij namelijk een beetje licht roze of zo. Ik weet niet of je het goed kan zien. En als het dan opdroogt, dan ja, wordt het net even een ander kleurtje. Ik zal het straks wel laten zien als het is opgedroogd. Maar je ziet gewoon wel wanneer het helemaal klaar is en wanneer je het eraf kan halen. Dus ik ga nu ondertussen eventjes een beetje het huis opruimen. Maskertje laten opdrogen en dan kom ik zo bij jullie terug. Ik dacht, ik laat ondertussen eventjes het verschil zien. Ik kan nu echt heel moeilijk praten. Maar kijk, dit is dus opgedroogd. En dit is nog een beetje nat. Dus droog het echt super snel op. Maar zo kun je dus een beetje zien van, oké, wat is nog nat? En je voelt het natuurlijk ook wel een beetje. Zoals jullie kunnen zien is het masker helemaal opgedroogd. Als je denkt, dat hoor ik op de achtergrond. De wasmachine die staat aan. Ik ga nu eventjes met warm water en een handdoek het van mijn gezicht afhalen. En dan ga ik eventjes lekker douchen. En dan kom ik bij jullie terug. Ik moet zeggen, het gaat er beter en makkelijker af dan het vorige masker van hun, zeg maar. Die was ook echt donkerroze. En het duurde daarbij gewoon echt heel erg lang voordat het eraf was. Dus dat vind ik echt veel chiller. Dat dit er gewoon met warm water een beetje wrijven en het is eraf. Maar die ander was je gewoon echt keihard aan het boenen. Dat kon soms ook al gewoon een beetje pijn doen. Dus dit is echt top. Ik ben klaar met douchen. Het masker is er lekker af.
Maar ik dacht, ik doe de moisturizer eventjes hierop. Want het was misschien in de badkamer, maar ik kreeg mega veel herrie. Dus ik dacht, ik doe hem eventjes hierop. Hier is wat stiller. Ik heb hem al een keer gebruikt. Er zit kokosnootolie en chia butter in. Ik vond hem best wel een beetje vettig. Ik had de laatste tijd echt best wel... Ik had de laatste keer echt best wel veel gepakt en opgedaan. Maar ik merkte dat ik dat niet heel fijn vond. Omdat het gewoon echt te veel en te vettig was. Dus ik doe een heel klein beetje. Ik heb hem al een paar keer gebruikt, zoals je kunt zien. Ik doe echt één klein pompje. En dat is het echt voor heel mijn gezicht. Want ja, anders wordt het gewoon echt te vet, vind ik. Maar dit breng ik gewoon aan over mijn gehele gezicht. En je hebt ook maar echt oprecht één pompje nodig voor je hele hoofd. Maar eerst pakte ik echt twee pompjes. Maar dan heb je gewoon zoveel over. En dan krijg je gewoon zo'n vet gezicht. Althans, naar mijn idee. Dus vandaar dat ik maar heel weinig pak. Nu kan mijn huid lekker de komende week tegen de stress aan. Hoop ik. Ik ben nu een planning aan het maken voor wat ik welke dag en zo allemaal ga leren. Ik had dus ook een paar samenvattingen gekocht op Stuvia. Dus die heb ik nu allemaal in zo'n snelhechter gedaan in van dat folie. Dus ja, dit zijn twee samenvattingen helemaal. Tada. En ik ben nu even een planning aan het maken voor wat ik welke dag ga leren. Want ik moet ook nog wat video's en dingen opnemen. Dus dat moet ik natuurlijk niet vergeten. Dus ik ga dit nu even plannen hier zo. Ja, ik denk dat er dus komende week geen weekvlog gaat komen. Omdat ik echt, ja, ik weet gewoon nog niet hoe ik ben met zoveel leren, zeg maar. Kijk, op het mbo las ik het een keertje door en ik had een 8. Maar ik denk dat het op dat hbo wel gewoon heel anders gaat zijn. Dus ik heb gewoon de hele week, zoals ik zei, gepland voor het leren. Dus ik denk dat ik de komende week niet ga vloggen. Dat vind ik wel heel jammer. Maar ja, ik ga heel de week alleen maar leren. Dus dat is voor jullie gewoon niet leuk om te kijken. Wel hoop ik dat ik tijd heb om een extra video op te nemen. Zodat er dinsdag in plaats van een weekvlog gewoon een extra video komt. Zodat er wel gewoon een video is. En voor de komende vrijdagen, komende twee vrijdagen, heb ik sowieso een extra video gepland staan. En laat het ook eventjes weten als jullie het leuk vinden als ik een ochtend- en avondroutine ga opnemen. Want ik was natuurlijk al met helemaal met dat masker en gezicht dingen bezig en zo. Toen dacht ik, oh, ik vind het eigenlijk wel leuk om hier zeg maar echt een hele video over te maken. Dus wat ik altijd in de avond doe, wat ik in de ochtend doe. Een beetje een ochtendritueeltje. En zouden jullie het dan leuker vinden met een voice-over of gewoon in vlogstijl, zeg maar. Dus laat het ook eventjes weten. Want dat lijkt me eigenlijk wel heel erg leuk om op te nemen binnenkort. Dus komende twee vrijdagen zijn er sowieso een extra video. En aankomende dinsdag is er dan geen weekvlog, maar een ook extra video. Dus komende drie video's zijn extra video's. Als jullie nog begrijpen wat ik bedoel. En zodra mijn tentamen voorbij is, ga ik wel weer gewoon lekker vloggen. Maar om nou een hele week te kijken hoe ik iedere dag aan het leren ben, is misschien ook niet heel erg leuk. Ik ga me er nu toe zetten om te gaan leren. En dan ga ik straks even lekker mijn make-up doen. Maar we gaan dus vanavond uit eten. Maar we hebben pas om 6:30 gereserveerd. Dus ik heb nog wel eventjes de tijd ervoor. Ondertussen zijn we echt een aantal uur verder. Oh, mijn telefoon ligt hier nog steeds. Oh, hij is aan het updaten trouwens. Het is nu 4:30. En zoals jullie misschien kunnen zien, heb ik nog steeds geen make-up op. Ik ben soort van klaar met leren met hoofdstuk 1 en 2. En dat was mijn doel voor vandaag. Dus daar ben ik blij mee. Vanavond voordat ik ga slapen, ga ik nog wel eventjes het hele hoofdstuk doorlezen. En de samenvatting eventjes doorlezen. Want volgens mij is dat gewoon heel goed. Als je het voor slaap nog eventjes doet, dan kun je het allemaal in je slaap lekker verwerken. Maar ik ga nu eventjes mijn make-up doen, wat aan mijn haar doen. Mijn haar is echt heel vet de laatste tijd. Het wordt echt heel snel vet, echt heel irritant. Maar dat ga ik dus eventjes doen. En dan eventjes kijken wat ik aantrek. Miel is hier rond 5:00. En dan rijden we gelijk door naar mijn moeder. En dan gaan we haar ophalen met de auto. En Sam en Shanna gaan ook mee. Dan gaan we gewoon met z'n vijven. Dus dan gaan we lekker uit eten. Het is vandaag maandag en ik ga bij deze de weekvlog afsluiten. Gisteren zijn we lekker, zoals jullie konden zien, uit eten geweest. Het was echt heel erg lekker en gezellig. Vandaag zijn mijn moeder en mijn broertje echt jarig. En deze weekvlog komt natuurlijk morgen online, dus ik ga die straks lekker bewerken na het leren. Zoals ik gisteren volgens mij al had gezegd, komt er aanstaande dinsdag dus geen weekvlog online. Maar een extra video, omdat ik de komende week gewoon iedere dag ga leren. Dus er is eigenlijk niet echt iets boeiends om te filmen. Dus ik hoop dat jullie dat begrijpen. Vanaf de week daarna komen er wel weer gewoon lekker weekvlogs. Maar ik wil deze week gewoon echt even concentreren
op mijn eerste tentamen. Ik wil die gewoon niet met een onvoldoende beginnen. Dus ja, wil je nou op de hoogte blijven van al mijn video's, vergeet dan niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie in de volgende video weer. Doei!